Heyo mensen en welkom wel weer een nieuwe aflevering van Let's Play Thai, de Talisman Tiger. Ik heb er weer zin in en ik hoop jullie allemaal ook. Vast wel, want zo jullie kijken. Dan gaan we even vliegen. Oh, we kunnen vliegen. Het is wel een vet spel. Ik blijf het een leuk vet spel. Het is echt maar aflevering 3. En deze aflevering gaan we de volgende portal bekijken. En rondlopen en checken of hij cool is daar. En of het daar super cool is of juist minder cool. Want deze portal hebben we de vorige keer bekeken. En ja, we hebben hem dus bekeken. We hebben een gedeelte gedaan en we hebben niet alles gecomplete. Omdat we dingen over het hoofd hebben gezien ofzo. Ik weet niet precies. Maar ja, dat houdt dus in dat we dit eerst even gaan doen. Want het is een beetje samen twee keer achter elkaar hetzelfde gebied te doen. En toen duurde het ook al vrij lang. Welcome to the Great Barrier Reef. Full of beautiful fish, friendly natives and inviting sandy beaches. It's a beaut spot for a swim, if you know how. Wat zou ik ook willen zeggen? Ik zou wat zeggen en toen werd ik bruut gestoord. Dat is vrij jammer. Ty, mate, good to see you again. G'day Rex, you saved anyone today? Funny you should say that. Elle went for a bit of a swim out near Danger Spike. Danger Spike? Where's that, Rex? It's a nice little spot, not too far from Shark Reef. Yeah, and? Well, anyway, she's an excellent swimmer, but she hasn't come home yet. I'm starting to get a bit worried. Struth? I'm on lifeguard duty, so could you have a look for me? Well, I would, mate, but I can't swim. Tell you what, I'll teach you. Follow me. When you're in water, press the bite button to dive, then tap the jump button to start swimming. Okay, wish me luck. By the way, those boomerangs of yours won't work underwater, but I got a prezi for you that'll fix that. These are aquarangs. I found them in an old shipwreck years ago. They cut through water like a hot knife through butter. If you can dive under the water and grab them, well, then they're all yours. Oh, dan gaan we terug. Dan pakken we eerst die dingen natuurlijk, hè. Good one! The aquarangs work like regular boomerangs, but you can only use them underwater. Oh, and one other thing. You're not a fish, mate, so keep an eye on your air supply. Yeah, thanks, Rex. Use the aquarang to hit this switch. It'll open the shark door so you can be on your way. Sweet. Ja, maar er zijn er wel sharks. Hi. Dus. Ja, klim naar boven hier. Oké, we gaan hier even wat rondspikken. Wow, dat was cool. Dat had ik even niet verwacht. Dat we in een keer een jump zouden maken. Oh, dat is wel leuk. Dit is wel leuk hoor. Zo in zo'n stoel springen. Werkt alleen niet helemaal praktisch. Op een of andere manier is het vrij vervelend. Ik spring hier even op. Of we wilden die golden item hebben. Natuurlijk willen we die hebben, want dat is super vet. Alles van goud is super vet natuurlijk. Hè. Dat is een feitje. En deze keer gaan we dus wat meer op de map kijken. Op de map kijken, zeg maar, naar die vraagtekens. Zodat we die items kunnen pakken en in ieder geval niet overhoog zien. Want het is gewoon pure zonde. Oh, cool zeg. Dus is dit best vet. Ik vind dit best wel vet. Dit is toch wel super cool. Great work, Ty. Tuurlijk. You've learned how to swim and use those aquarangs. With a bit of practice, you'll be a champion swimmer just like me. You beauty. This is my good mate. She'll show you the way to Danger Spike. Good luck, mate. Hey, Ty. You can swim faster by tapping the jump button to gain speed. Let's go find Elle. Ja, laten we dat gaan doen. We gaan hem zoeken. Of haar zoeken. Ik weet niet. We gaan het zoeken. We gaan het zoeken. Yay! Follow me! Oh ja, we moeten jou achterna, maar we willen eigenlijk jou niet achterna. En dat klinkt heel erg sneu natuurlijk.
Maar dat komt omdat wij onze eigen weg willen trekken en hier even gaan kijken. Ja, we willen hier even kijken. Waar die lizards zijn, dat is nooit een goed plekje. Dus die zit hier altijd met de reden te ouwen en zo. Dus dat is wel een goede plek om even te gaan kijken. Als we hier op de map kijken, dan zien we niks. Eigenlijk wel lelijk. Maar goed, we houden hier even heen. Om een item te pakken. En dan doen we dat natuurlijk ook. Oh nee, we vielen. Jammer, bijna. Bijna in één keer goed. Hop joh, lul, spring erop. Hebben we er vandaag geen zin in? Hij springt niet. Hij springt wel, maar hij... Ja, dat deed hij niet. Ik kan zelf vasthaken, zeg maar. Dat is vrij jammer. Maar nu doet hij het wel. Goed zo. Goed zo, Tai. Je doet het goed. We hebben alweer 2 gevonden. Hey, 2. 2 golden cups. Nu gaan we die zonnebloem dingen even halen, want die hebben we ook allemaal nodig, natuurlijk. Huppakee. Daar is de zeepaard. Ja, dat dacht ik niet. Niet. Dat slaat ook weer helemaal neer. Ik kan ook niet normaal doen. Nee, dat weet ik. Ik ben niet zo. Ja, wel wat cool. Al die lizards. Die lizards zien er op zich wel vet uit. Maar het zijn wel een beetje rare dingen. Ik vind het wel een beetje rare dingen. Kijk, daar moeten we ook nog een pakken, want daar zag ik een muisje voor. Daar zag ik jou een muisje. En een hele grote vis. Oh, er zijn meerdere grote vissen. Kijk eens wie daar is. Oh, dearie me. My sweet little angels have wandered off exploring. Now I can't find them anywhere. Please, can you help me? Natuurlijk kunnen we jou wel even helpen. Denk ik. Kunnen we jou helpen? We kunnen jou wel even helpen, maar ik heb geen idee waar ik naar moet zoeken. Oh, ik denk dat ik al weet waar ik naar moet zoeken. Naar deze ding. Yay! Ach! Dat is gewoon superveel ook nog. We moeten er 8 zien te vinden. Jezus, wat veel. We moeten eerst even omhoog, want we hebben weer lucht nodig. Ach, dat is wel echt rete veel. Ik heb er nog een gevonden, trouwens. Ik zie er daar tenminste eentje zwemmen. Dus ik denk dat we die ook moeten gaan pakken. In ieder geval proberen te pakken, dat is vrij cool. Als we hem pakken, dan is het cool. 2 van de 8. Ik heb er nog een gezien. We have spotted another seahorse. And we are going to find and grab. Now all the seahorses die, because... Ze gingen zwemmen in de zee. En in een landmijn. En dat moet je niet doen, want de landmijnen zijn vrij pijnlijk om tegenaan te zwemmen. Het is ook meestal niet echt het slimst om te doen om erin te springen. In te springen, in te zwemmen. Maar ik denk dat als we die 8 hebben gevonden, dat we weer... Thunder Egg krijgen, dus we moeten even doorzoeken natuurlijk. Een hele goede reden om door te blijven zoeken. Anders hadden we natuurlijk al lang gestopt met zoeken. Dat jullie dat ook maar even weten. Oh. Eigenlijk is dit niet een heel goed spel voor mij, want ik haat zoeken en ik haat puzzelen en zo. Meestal, in ieder geval wel. En nu zit ik een puzzelspel te spelen in ieder geval. Nou, niet. Ja, het is een beetje een half om half, weet je. Het is een beetje een half brood. Het is half ruim en half wit. En dat is heel erg lekker voor variatie. Maar ja, het is wel leuk. Ik vind het... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden om heel eerlijk te zijn. Want het is wel vet. Zeker wel vet. Echt wel. Maar normaal gesproken haat ik puzzelen en zo. En toch moet je hier wel aardig puzzelen. Om zeg maar verder te komen. Je moet wel aardig puzzelen. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat ik dit dan wel leuk vind. Dus ik snap mezelf even niet. Ik zit met mezelf in de knoop vandaag. Nooit niet alleen vandaag trouwens. Dat zit ik heel vaak. Ik zit heel vaak met mezelf in de knoop. Gaat niet goed, net. Gaat niet goed. Ik weet niet wat ik met mezelf aan. Careful, Ty. These eels look pretty nasty. Ja, maar we moeten niet naar de eels toe. We moeten niet de eels hebben.
Waarom zitten jullie hem ook nog steeds achterna? Maar er zijn hier nog wel zeepaardjes, want als hier geen zeepaardjes meer zijn, dan moet ik weer terug natuurlijk. Hè? Want ik wil wel alle zeepaardjes eerst vinden. Want we moeten eerst het ene afmaken en daarna pas de andere, anders dan werkt het natuurlijk niet. We maken eerst opdracht 1 en daarna opdracht 2. Dus we gaan weer terug, we gaan op zoek naar de laatste, voor mij 3 zeepaardjes. Er zijn er ook nog wel rete veel zeepaardjes zijn in de problemen. En wij zijn dat onze terrein. En jullie dat maar weten, jullie blijven van de zeepaardjes af. Zijn mijn zeepaardjes. Oh, hier kunnen we ook wel even staan. En ondertussen goed in het water zoeken naar een zeepaardje. Natuurlijk niet mijn zeepaardjes. En we kunnen geen zeepaardje meer vinden, om heel eerlijk te zijn. Precies, zeg niet. En dat vind ik vervelend. Dat vind ik zeer vervelend. Want ik wil gewoon zeepaardjes vinden. En daarna zwemmen met de zeepaardje. En ik weet ook niet hoeveel we er nog moeten zoeken trouwens. We kunnen wel even op de map klikken. Of niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. We kunnen niet op de map klikken om te kijken hoeveel we er nodig hebben. Nee, no. Nou maar, we kijken wel even niet. Dan gaan we hier kijken. Maar dat kan ook niet. We hebben er nu 1, 2, 3... Om 3 te gaan. Normaal gesproken om 3 te gaan. Ik snap ook niet hoe dit werkt. Want we zwemmen er gewoon doorheen. En hij zwemt ook gewoon door ons. Ik weet niet wat die kerel moet. Die vissen zijn wel groot trouwens hoor. Dit zijn wel echt grote vissen. Ik hoop niet dat die... Nee, heet me niet op. Nee, heet me niet op. Een vis die me opprobeert. We kunnen hier naar beneden. Ah, ik heb de weg al gewonden. We moeten hier naar beneden. Misschien zijn hier wel een paar zeepaardjes. En we moeten eerst weer even hier naar boven. Ah, lucht. We hebben weer lucht. Alleen naar beneden. Nee jongens, we moeten hier even omhoog. We gaan hier even omhoog. We gaan even snel verkennen. Tot zo. Wat is dit zeg? Ik heb geen idee wat het is. Hop joh. Wat is dit? Vooruit. Ik snap er helemaal geen bal van wat dit is. Gaan we nu nou in één keer? Ja, kijk, nu werkt het wel. Jee, we hebben iets gevonden. Dit is wel leuk. Dit is wel cool hoor. Daar was ik al bang voor dat hij weer zo'n gouden ding zou zijn. Dat had ik weer kunnen weten. Ja, tuurlijk wisten we dat wel. Huppakee, ja. Check, we hebben weer eentje gevonden. We hebben hier heel veel gevonden trouwens. We hebben hier ook allemaal lizards gevonden. En die vind ik meestal niet zo heel erg cool. Dus nu ook niet. What the fuck is dit trouwens? Niet te veel inlopen. Nee, helemaal niet inlopen trouwens. Want ik heb advies van de dag. We gaan niet in de drijfstand lopen. Ik denk, wauw, dit is gewoon een heel gebied om ver in te lopen en zo. Dat dacht ik niet. We kunnen helemaal niet erin lopen. We gaan elkaar dood als je erin loopt. Jullie moeten ook dood. Jullie zijn ook klootzakken. Jammer klootzakken. Klootzakken. Zaklopen. Hup, 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 hup. Allemaal dood. Hup, allemaal dood. Allemaal dood. Want dit item willen we wel pakken. Ik weet niet wat het is, maar het is wel cool. Wat is dit? Oh, gewoon een leven. Oh, die hadden we niet echt nodig. We hadden geen leven nodig, zeg. Wat stom, zeg. We hebben zeepaarden nodig. We hebben geen leven nodig. Zijn er nu zeepaarden? Nee, er zijn nu geen zeepaarden. Wel, misschien wel. We gaan wel verder zoeken. We duiken verder in het onderweewater van... de Talisman Tiger. En we hebben net een hele grote boot gevonden. Maar we hebben nog steeds geen zeepaardjes gevonden. En dat is zeer vervelend, want we willen graag zeepaardjes vinden. Zeepaardjes hebben we nodig. We hebben helemaal geen levens nodig extra. We willen gewoon fucking een zeepaardje vinden. Zo moeilijk kan het er ook niet zijn. He, nou moeten we eigenlijk weer naar boven toe, want we beginnen alweer dood te gaan van de...
geen zuurstof kunnen krijgen. Ik heb nu ook echt gewoon geen idee waar de fuck we zijn, hè. Dat is misschien nog wel een probleem. Ik heb wel weer een nieuwe sleutel gevonden. Dat is wel cool. Shit zeg. Dat is wel kut trouwens dat we even niet weten waar we zijn. Kijk, daar zijn onze zeepaardjes. 1, 2, 3, 4. We hebben er al 5, maar we moeten er nog 3. Dus dat is nog best wel veel. En ik denk dat we er al dachten dat we er al bijna waren, maar dat duurt ook nog wel een tijdje dus. Oh, waarom speel je dit? Waarom speel ik een spel waar je de hele tijd moet zoeken en zo? Ja, ik echt een hekel heb aan zoeken. Dat is niet logisch. Dat is helemaal niet logisch trouwens. Zit ik dadelijk alles op te googlen en zo? Daar zit ik ook niet aan. Dan zitten mensen met serieus, dat is niet sportief. Het is niet sportief inderdaad. Ik vind het ook niet leuk om dingen op. Maar als het niet kan, dan kan het niet anders, toch? En ik ga het ook niet opzoeken, want dat vind ik helemaal niet leuk. Dus dan zitten jullie de hele tijd naar mij te kijken, terwijl ik de hele tijd aan het zoeken ben. Dus dat is ook een bal aan. Maar ja, het is ook een beetje zonde als ik dat wel iets vind en ik het al gevonden heb. En jullie niet weten hoe ik het gevonden heb. Dus het is een beetje een dilemma. Maar we gaan niet omhoog klimmen, want ik weet niet wat hier is. En als je niet weet wat er is, heb ik geleerd, dan moet je gewoon zoeken. Want ja, daar is het hele spel op gebaseerd. Zoeken. Zoek, 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 erop, zoek, zoek, erop. Zoek, 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 zoek. Ik kan maar echt niet zingen. Hey, hey, we hebben erin. Hey, zie, kijk, zoeken heeft altijd nut. Hebben we blijkbaar iets gevonden. En wat hebben we nou gevonden? We hebben een Thunder Rack gevonden. Een Thunder Rack. En daar worden mensen helemaal groot van. En ik ook. Yay, super cool. Ja, badabada. Ja, super cool. En nu springen we hier rustig naar beneden. Glijden we hier ook even naar beneden. Hoppakee. Maken we deze ding ook even open. Zo puur omdat het kan en omdat het kan doen we het natuurlijk ook. Oh nee, hier gaan we niet heen. Nee, nee, nee. Daar moeten we niet. Dan moet hier. Ja, dan gaan we nu weer verder zoeken naar zeepaardjes. Want die hebben we niet gevonden. Tenminste, hebben we niet genoeg gevonden. Wel een lastige hoor. Ik vind dit wel echt een lastige. Want hoe de fuck moet ik nou weten waar die zeepaardjes zijn? Dat is niet logisch, hoe moet ik dat nou weten? Sowieso is dat heel erg onlogisch, dat ik weet waar haar kinderen zijn. Ik weet toch helemaal niet wat haar kinderen leuk vinden? Als ik wist wat haar kinderen leuk vonden, dan had ik het tenminste kunnen proberen natuurlijk. Maar ja, daar zie ik wel wat cools. Ik zie er wel wat iets wat we moeten gaan proberen in ieder geval. Oh, dit, dat werkt niet. Maar daar zie ik, ja, wat zie ik daar? Ik zie daar gewoon wel iets cools, maar ik weet niet wat ik ermee kan. We hebben een muisje gered. Dat is wel weer cool. Ik vind dit wel een leuk spel, maar ik baal er wel van. Ik zie daar ook wel trouwens. Maar ik heb niet gedaan. Oh. Oh, allemaal dilemma's. Het zijn alleen maar dilemma's in dit spel. Hoe kom je daar dan nou weer? Hoe moeten we nou ooit dit vinden? Hoe de fuck werkt dit nou weer? Waarom ben ik geen miljonair? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Waarom ben ik geen miljonair? Omdat we nog niet alle zeepaardjes gevonden hebben natuurlijk. Daarvoor worden we gestraft. Omdat we moedig hebben beloofd dat we er gingen helpen. Maar we hebben het niet geholpen omdat we de zeepaardjes niet konden vinden. Een dilemma. Het is wel een catastrofe zeg vandaag. Nou laten we dan nu even de andere. Hey, kijk, ik zie daar een zeepaardje. Jee, we hebben er weer echt gevonden. Oh, hier ben ik wel blij mee. Dan moeten we er nog steeds superveel. Yippie! Ja, yippie, ik ben ook yippie. Ik ben ook happy. Oh, welkom bij het team. We zoeken die andere twee broertjes nog en dan zijn we helemaal happy. Dan doen we een yippie dansje. Daar gaan we nog een yippie dansje. Een yippie dansje. Ik weet niet hoe een yippie dansje moet, maar... Die gaan we dan zeker weten. Nou, nog steeds niet doen. Zo erg ga ik mezelf ook weer niet voor lul zetten. Nog net niet hoor. Jee, we hebben er nog... Oh, wat vet. We hebben er nog eentje. Die zijn meestal op moeilijk zetten. De laatste is altijd een moeilijk. Dat weet ik zeker. Oh, de laatste is altijd... Maar het is altijd zo. Hey, niet! Die is nog niet zo moeilijk. Die is hier. Stomme zeepaardjes. En nu moeten we die moeder weer terug zien te vinden. Ja, hier. Dikke vinger.
weet nu niet eens maar waar die moeder is. Nu moeten we alleen nog de moeder zoeken. Dat is er ook wel. We hebben net een andere dingen gevonden. Nu moeten we de moeder ook nog weer terug zien te vinden, maar ik weet niet meer waar die is. Als jullie nu nog een keer weglopen bij je moeder, dan hebben jullie... Hé, hey, kijk, daar is de moeder. Jee, die hebben we ook gevonden. Ik denk tenminste dat dit de moeder is. Oh, my babies. My precious babies. Oh, ja, inderdaad. Thank you so much, little orange fish creature. How can I ever repay you? Hey, I know. You can have this sparkly rock I found in the sand. Alright. Ja, alright. Daar zijn we inderdaad blij mee. Oh, daar zijn we echt blij mee trouwens. Die hebben we echt nodig. Oh, moeder is weer blij hier. Zullen we even op escape drukken en dan kijken we. En dan zie ik dat we nog 2 questen hier hebben. En we hebben er daar nog 1. En hier hebben we er ook nog 1. Dus we moeten nog wel een pokken doen. We moeten nog 4 questen doen. Maar we gaan eerst rondlopen. Rondzoeken naar... Waar gaan we naar zoeken? Oh, ik weet niet eens waar we naar zoeken op dit moment. Ah, daar zochten we daarna. Daar zochten we altijd al naar. Voor je het gewoon te weten. Noep. En dan gaan we weer lekker snel zo door het water heen surfen. Want dat kan. En wat kan, dan moet je doen als je het leuk vindt. Als je niet leuk vindt, moet je niet doen. Maar dit is wel leuk. Het is wel grappig gedaan. En nu zitten we hier straks heel erg moeilijk te doen, zeg maar. Van, oh shit, hoe halen we dit met al die stomme beesten en zo. Daar heb ik een trucje voor. Oh, niet op dezelfde hoogte als nu zwemmen. Oh, dat werkt niet helemaal. Maar grotendeels wel. In ieder geval, dus dat is sexy. Even kijken waar we heen moeten. We kunnen nu hier, zeg maar, komen. Maar eigenlijk wou ik ook deze 2 doen. Dat is een beetje lastig, maar we gaan dus eerst wel. Wie liep ook? We zaten iemand achterna te zwemmen, maar ik ben de naam weer vergeten. Stay out of the way of those sharks! They're big meanies! Press the action button to swim into the cage. Press the action button again to swim out. Oh, oh ja, dat lukt wel. En waar moeten we heen dan? Ik weet niet eens waar we heen moeten. Nee joh, klootzak. Er zitten gewoon haaien achter me aan, hè? Dat was niet dat. Wow, vreet hem ook nog op ook nog, stomme haaien. Kom op, snel wegwezen hier. Waar moeten we eigenlijk eens heen, want ik zie helemaal niet. De deur is gesloten voor ons. De deur is gesloten voor ons. Ja, dat hadden we net nodig inderdaad. En nou kan je ons niet raken, hè? Maar straks weer wel. Jan, 3 dubbeltjes, we gaan hier omhoog. We gaan hier omhoog. Ik denk dat wij toch liever op het vaste. Oh, hier is hij ook. Trouwens, de deur. Ik heb de deur gevonden. Leuk zeg, we hebben de deur gevonden. Dat scheelt alweer. Dan gaan we hier weer lekker onder water. Hier is er namelijk geen haai die ons op probeert te vreten. Stomme. Tot nu toe vind ik haai niet zo'n leuke dieren, want ze zitten ons gewoon op te proberen te vreten. Dus dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet lief, nee. Nee, dat vind ik zeker niet lief. Hier moet onze maat dus zijn. Of de maat van onze maat. Wat ons dan ook weer betekent. Een soort van maat. Maar heel ingewikkeld. Zeer ingewikkeld zo. Nou, laten we weer op escape drukken. En dan kijken we. Hier hebben we dus een missie ergens. Hier moet er eentje zijn. Ergens in de buurt. Van. Soms is het wel heel erg lastig. Want ik heb echt werkelijk waar geen idee waar ik heen moet lopen. Nu lopen we weer verder weg. We moeten helemaal naar boven toe, denk ik, voor de missie. We lopen even helemaal naar boven toe voor de missie. En dat doen we met alle plezier, want dat kan wel. We doen het alleen maar omdat het kan. En als het niet kon, hallo, dat heb ik niet gedaan. Dit komt me op zich nog, zeg maar, ik weet niet meer wat ik moet doen en zo, maar het komt me wel bekend voor die level. Of die level, zeg maar. Die levels zou ik zeggen. Die volgen ook wel, maar niet wat ik allemaal moet zoeken en waar ik allemaal moet zoeken en wat ik allemaal moet vinden. En ik weet dat het soms een beetje zo lijkt waarschijnlijk, omdat ik naar dingen toe loop.
Maar dat komt omdat ik het al gewoon aan het rondlopen ben en ik denk van, oh ja, laat ik links gaan. En dan, ja, dan vind ik wat en denk, hé joh, hier is een weg. Laat ik weer lopen. En dan is er heel vaak wel wat, dat in elke weg hier tot nu toe wat is. Dus dat is zeg maar mijn reden dat ik soms in een keer naar dingen toe loop. En we hebben hier iemand gevonden. Hallo. Weet niet waar je bent. Oh, je bent ook een, ik weet niet wat voor dier je bent. Hey Dal, een vogel bij die lijkt je dat weet je. Yeah, good. And what about you? Let me guess. Rex was worried about me again? Yeah, that's right. Isn't he a sweetheart? Well, I better get home so he stops fretting. Righto then. By the way, I found this on the way. Want it? Nou, zeker willen we die hebben, want daarvoor zijn we de hele dag al bezig met zoeken en zo. Dat is ook gewoon de reden dat we jou aan het zoeken waren en zo. Dus ja, tuurlijk willen we hem hebben. We gaan even hier nog kijken. Want er is hier zeg maar nog één zo'n ding. Die wil ik eigenlijk nog wel pakken. Omdat het super cool zou zijn. Als we die hebben. Ik weet niet hoe we die krijgen. Maar ik dacht door hier helemaal omhoog te klimmen. Oh, niet dus. Nee, hier krijgen we gewoon weer zo'n golden. Weet je, we moeten even zoeken. Want er moet hier gewoon nog iets zijn. Dat weet ik zeker. Want er staat hier zeg maar nog een ja, precies deze kant op dus. Nee, niet die kant. Oh, daar vielen we keihard neer. Oh, hij gaat niet eens dood. Deze kerel is gewoon een beerbol. Hij is niet dood te krijgen. Nou, misschien moet hier... We moeten ergens zijn hier. Ik weet het zeker. Moet gaan. Nou, dan moeten we hier maar zoeken. Ja, het is hier ook wel. Dat weet ik zeker. Ook weer. Moet je nagaan hoeveel dingen ik zeker heb. Nou, dus moet hier iets doen zijn. Anders dan zouden we hier niet... Dit nou weer voor ongeveer. Oh, ik denk dat ik het al snap. Ik denk dat we hier die 300 een ding voor nodig hebben. Die we niet hebben. We hebben nog niet 300 van die dingen. Oh, hoe gaan we nu weer... Moeten we nu helemaal teruglopen? Nee, toch? Dat doe je ons niet aan, toch? Of wel? Dat is wel jammer dat ze dat gaan. Maar ik weet wel een korte weg naar weer helemaal terug. Maar het is nog steeds wel een verre korte weg. Maar we moeten er maar even doen, denk ik. Of, nou, ik weet niet. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Dit is weer een lastige situatie. Zeer lastige situatie zelf. Ja. Ik weet even niet wat we gaan doen. Nou, ik heb misschien wel een idee. Ik heb wel een idee. Ja, ik heb wel een idee. Laat ik het daar. Ik zeg vier keer ja, ik heb wel een idee. Maar ik heb echt een idee. We gaan nog even die laatste zonne-dingen vinden en zo. Maar. Dat gaan we niet deze aflevering doen. Ik loop nog even rustig terug. En dan gaan we. Omdat we zeg maar nu al twee halve werelden hebben gedaan. Soort van. Dan doen we de volgende aflevering. Proberen we, ik weet niet wat er allemaal tussen komt. Misschien hebben we straks wel 12 van die Thunder Eggs gevonden. En zegt hij van, ja jammer dan, we hebben er al zoveel gevonden. Dus kun jij oprotten, hebben we je niet meer nodig. Of nee, hebben we je niet meer nodig, dan kunnen we door naar een volgende wereld. Dat weet ik veel. Want volgens mij ben ik niet veel verder gekomen als dit ooit. Moet je nagaan hoe goed ik was en hoe ver ik al was in dit spel. Maar dan gaan we de volgende... Oh mijn god zeg, dan gaan we de volgende aflevering dit even doen. En de andere missies hier zeg maar zo, deze drie. Doen we dat de volgende aflevering... Nee, wacht. Deze vind ik leuk. Deze vind ik... Dit doen we nog even. Are you up for a race? See if you can keep up. Deze maken we nog even af en daarna gaan we afsluiten. Moet je naar. Nou niet echt hoor, jij gaat wel fucking snel jij.
zie hoe snel die kerel gaat, zeg. Oh, we moeten op spatie. We moeten wel op spatie drukken. We zijn nog echt ezels en nu winnen we nooit meer. Oh ja, wij rennen sneller naar de defense. We rennen snel, zeg. Defense rent wel reet te snel. We halen hem ook gewoon nooit meer in, ja, omdat we kaart hebben gevaald. Shit zeg, hoe halen we hem in? Ik weet niet eens waar hij is. Ik zie hem niet, we zien hem niet eens meer. Hoe moeten we iemand inhalen die we niet eens kunnen zien? Jezus, wat een snelle zwemmen. Potjan 3 dubbeltjes. Zo leuk vind ik het niet meer. Ik ben veel te snel. Ik ben veel te snel, joh lul. Veel. Oh, moet ik helemaal omhoog klimmen? Ah, dat winnen we makkelijk van jou. Dat kunnen we wel. Joh, en ik zit me de hele tijd zorgen te maken. Oh, dit gaat moeilijk worden, maar we halen makkelijk. Ja, nu ben je niet meer snel, hè? Nee, nu ben je niet meer snel, meneer de waterrat. Nu ben je niet meer snel, hè, meneer de waterrat. We halen makkelijk in. Haha, lul. Nee, we vinden hem wel aardig hoor, maar het is wel een beetje jammer dat hij dacht dat hij van ons kon winnen. Dat kan hij natuurlijk helemaal niet. We zijn veel sneller. Veel sneller. Lukt makkelijk van hem winnen. Hij ging wel 10 keer zo snel in het water trouwens, dat is wel heel eerlijk. Maar hij heeft in het water gewonnen, maar wij hebben de landrace gewonnen. Dat is natuurlijk wel logisch, we zijn een tijger en hij is een ander soort dier. Ik denk dat het een... ja, ik weet niet wat voor die, ik ga het niet zeggen, want het klinkt waarschijnlijk als een of andere dikke begon. Nu waarschijnlijk ook wel, maar ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wat voor dier het is. Oh nee. Oh, we hebben hem gehaald. You little ripper, you fair dinkum beat me. I've trained you well, mate. My swimming coach gave this to me when I first beat him in a race. Now I want you to have it. Gee, thanks, mate. Cool! Oké, dus dan gaan we nu de aflevering afsluiten. En ja, dan starten we de volgende aflevering weer. We kunnen wel weg hier gaan, hier, denk ik. Ik weet niet of dat kan. Misschien wel, misschien niet. Kunnen we even proberen, exit level. Zullen we gaan proberen, exit level. Turn to Rainbow Cliffs. Nu ga ik even snel wat proberen, want ik ben bang dat als wij zeg maar nu hier weer ingaan, dat we alles weer opnieuw moeten doen. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Ik hoop het in ieder geval niet. Dat zou niet. Oh, zie, kijk, er is helemaal geen probleem. Easy mode. All the progress. Oh nee, dit was niet de bedoeling. Nou, zo kan ik ook de aflevering afsluiten trouwens. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik vond het weer top. Ik hoop jullie allemaal ook. Het is wel een vet spel hoor. Het is wel een vet spel met al dat puzzel en zo en dat gezoek. Dat is niet zo voor mij afgelegd. Maar ik vind dit wel een leuk iets. Het is beter dan zo'n bordpuzzel. Daar heb ik echt helemaal krankjoren van. Dan is dit nog wel leuk zoeken en kwetsen. Dus het is wel vet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden trouwens. Ik vind het leuk en ik vind het niet leuk. Dus het is een beetje een mengelmoesje van leuk en niet leuk. Maar vandaag was wel leuk. Het was wel leuk. Ja, nee, dit spel is wel leuk. Ik weet het even niet, maar ik vind het wel leuk. Laat ik het daarop houden. Anders draai ik mezelf vastblok. Hey, mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En ik zeg, waarschijnlijk, zoals jullie ondertussen wel weten, later.